paragraaf 3.1 van geschiedeniswerkplaats voor het eindexamen HAVO 2012-2013 gaat over de situatie in Engeland en in Frankrijk. En we beginnen eerst met de situatie in Engeland en daarna zullen we het hebben over de situatie in Frankrijk. En in Engeland ontstond er na een periode van rust onder Elisabeth I wederom een periode van onrustigheid, van oorlog en strijd tussen koning en het Engelse parlement. Wat was het geval? Eerst even teruggaan naar Elisabeth I. Elisabeth I, de vrouw die eigenlijk haar leven lang gevochten had tegen die invloed van de Spaanse koning Philips II, wordt opnieuw bedreigd door de Spaanse koning. En wat zij doet, is zij sluit in 1596 het drievoudig verbond met de Republiek en met Frankrijk. En dit betekende voor de Republiek een grote internationale diplomatieke doorbraak. Want voor het eerst in het korte bestaan van de Republiek werd zij erkend door twee andere protestantse landen, namelijk Engeland en Frankrijk. Zien we wat die Republiek ertoe deed, zullen ze gedacht hebben. Kijk eens wat van internationaal aanzien wij in korte tijd hebben weten te vergaren. Dus voor die Republiek betekende het jaar 1596 een internationale erkenning. En voor Elisabeth betekende dit dat zij nu twee bondgenoten had in de strijd tegen Spanje. Want zij werd dus opnieuw bedreigd door Philips II. En helaas voor Philips II ook deze armada, ook deze vloot met Spaanse troepen daarin, komt of gaat ten onder in een storm. Elisabeth I overlijdt in 1603 en dan volgt Jacobus I haar op. En Jacobus I is eigenlijk maar heel kort koning als je dat vergelijkt met Elisabeth I. En als iemand heel kort koning is, wil dat heel vaak iets zeggen over de manier waarop hij regeerde. Daar zullen de mensen waarschijnlijk niet heel tevreden mee zijn geweest. En dat was zeker het geval. Want hij sloot in 1604 vrede met Spanje. Nou, is dat op zich niet wereldschokkend. Je zou zeggen vrede, dat is alleen maar goed. Maar denk eens even na over de consequentie daarvan. Engeland en Spanje, jarenlang strijd met elkaar geleverd. Continu die dreiging van een eventuele invasie van een Spaanse armada. En ineens sluit je met misschien wel je grootste vijand vrede. Elisabeth I zou zich letterlijk omdraaien in haar eigen graf. En Jacobus I wordt opgevolgd door Karel I van Engeland. En hij blijft 37 jaar koning van Engeland. En onder hem verandert de rol tussen het parlement en de koning aanzienlijk. Hij zou als eerste koning en voorlopig als enige koning worden onthoofd in Engeland. Nou, als je onthoofd wordt, dan heb je doorgaans niet goed gedaan. En waar kwam dat door? Hij streefde, eigenlijk net zoals zijn vader Jacobus I, naar absolutisme. Hij zag de situatie in Frankrijk, hij zag hoe daar Lodewijk XIII absolute macht had gekregen. Oftewel, de macht kwam niet omdat het volk dat zo fantastisch vond. Nee, de macht die hij had als koning was er, omdat dat door God gegeven was. Het was een door God gegeven dat jij de leiding had over je volk. En hij vond dat prachtig, die pracht en praal aan het Franse hof, dat wilde hij ook. En wat hij dus deed, hij ontbond in 1629 het Engelse parlement. Het parlement had niks meer te vertellen. Karel I mocht dus zelf wetten doorvoeren. Maar helaas, ondanks dat hij heel veel belastingen gaat invoeren zonder instemming van het parlement, moet hij daarop terugkomen, want hij was dan weliswaar koning van Engeland, dat wil niet zeggen dat hij koning was van Schotland. En hij raakt dus in oorlog met zijn noordenburen. En hij heeft heel veel geld nodig om die oorlog te kunnen voeren. En daarom roept hij in 1640 het parlement bijeen. En daarmee komt er een einde aan 11 jaar van tirannie. Zo heet dat in de Engelse geschiedenis. De 11 jaar tussen 1629 en 1640, waarin het parlement geen enkele macht had. Hij roept het parlement bijeen om ervoor te zorgen dat hij zijn eigen legers kan blijven betalen. En het parlement zegt, ja, prachtig dat wij jouw geld moeten gaan geven om jouw soldaten te kunnen betalen, maar daar willen wij iets voor terug. Wij willen jou best geld geven, maar daar willen wij invloed voor terug. En wat het parlement eiste, was dat het parlement de zeggenschap kreeg over het leger. Als het parlement betaalt, dan bepaalt het parlement ook wat er met dat leger gebeurt. Nou, dat was voor
Karel I een brug te ver. En in 1642 komt het eigenlijk tussen een burgeroorlog tussen aan de ene kant het parlement en aan de andere kant Karel I. Want Karel I stormt het Engelse lagerhuis binnen en arresteert de leiders van de oppositie tegen hem. En het parlement gaat daar natuurlijk niet mee akkoord. En dan ontstaat er dus een breuk tussen Karel I en het parlement. Het parlement heeft haar machtsbasis in het zuiden van Engeland. Karel I in het noorden en oosten van Engeland. Hij vertrekt uit Londen naar Oxford om vanuit daar de strijd tegen het parlement te leiden. En dan krijg je een burgeroorlog tussen de parlementaire troepen onder leiding van Lord Cromwell en koninklijke troepen onder leiding van Karel I. En parlementaire troepen weten die oorlog te winnen. En Karel I vlucht naar Engeland. Of vlucht naar Schotland, sorry. En in Schotland wordt hij gearresteerd en wordt hij overgeleverd aan de Engelsen. En Lord Cromwell, inmiddels heerser van Engeland, die oordeelt wat er met Karel I moet gebeuren. Want deze verrader, die verdient het toch niet om te leven. En dan wordt in 1649 Karel I onthoofd. En daarmee wordt Engeland een republiek. Dus Engeland van een periode van rust naar een periode van onrust, van strijd tussen het parlement en de koning, waarmee Engeland een tijd lang een republiek wordt. Hoe anders is die situatie in Frankrijk? Want daar was deze man aan de machtige koning, Hendrik van Navarra. Hij was de koning van Frankrijk. Hij wilde ervoor zorgen dat de rust en orde in Frankrijk hersteld zou worden. Hij wordt ook le bon roi Henri genoemd. De goede koning van Frankrijk. Maar daarvoor was er wel iets nodig. Want hij werd als protestantsvorst uiteraard niet erkend door het katholieke deel van de bevolking in Frankrijk. Maar dat verandert. En dat verandert als in 1590 Spanje een aanval zet op Frankrijk. Want Parijs dreigde te worden ingenomen door die protestanten, door die hugenoten. En dat wilde Philips II koste wat het kost voorkomen. Dus hij vraagt de hertog van Parma, de legerleider van de Spaanse troepen in de zuidelijke Nederlanden, om niet meer op te rukken naar het noorden, maar naar het zuiden te vertrekken. Om de katholieken in Frankrijk te steunen in hun strijd tegen de Franse koning. Deze gebeurtenis betekende voor de republiek, was voor de republiek een geschenk uit de hemel. Want vanaf dat moment, vanaf 1590, winnen de troepen onder leiding van prins Maurits veldslag na veldslag tegen de Spanjaarden. Want die Spaanse troepen moesten in het westen van Europa vechten op twee fronten. In het noorden tegen de republiek en in het zuiden gingen ze tekeer tegen Frankrijk. En voor Hendrik van Navarra, Hendrik IV, was het grote voordeel is dat hij had zich inmiddels weer bekeerd tot het katholicisme, hij dit kon zien als een aanval van Spanje op Frankrijk. En op dit moment, vanaf dat moment, steunen de katholieke Fransen hun koning, Hendrik van Navarra, tegen die Spaanse aanval. Daar wilden ze vanaf. Maar helaas, Hendrik van Navarra wordt in 1610 vermoord door een katholieke fanaticus. En dan volgt Lodewijk XIII zijn zoon hem op. En Lodewijk XIII was 8 jaar oud toen hij de troon besteeg. En dat betekende dat hij zijn moeder voor hem liet regeren. Maria de Medici. Zij regeert namens haar zoon Frankrijk. Maar helaas, dat gaat mis. Ze krijgen bonje met elkaar. En in 1621 vraagt Lodewijk XIII deze man, kardinaal Richelieu, om namens hem Frankrijk te besturen. En hij gaat daarmee akkoord. Hij gaat daarmee akkoord en hij denkt dat Frankrijk een groot gevaar loopt door dat edict van Nantes, door Hendrik van Navarra ingevoerd om die hugenoten gewetensvrijheid te geven. En hugenoten mochten eigen garnizoenen, eigen soldaten herbergen in hun steden. En daar wilde Richelieu een einde aan maken. Dus hij begint in 1628 met het beleg van La Rochelle. La Rochelle was een van de belangrijkste steden voor die hugenoten aan de Atlantische kust in het zuiden van Frankrijk. En hij weet die stad een jaar lang te omsingelen. 25.000 doden heeft dat tot gevolg. En daarmee komt er een einde aan de privileges, aan een groot deel van die privileges van de hugenoten. En die hugenoten kunnen niks anders doen
dan vluchten naar de niet-katholieke gebieden. Oftewel, naar de Republiek in het noorden en naar het eigenlijk nieuw ontdekte, tussen aanhalingstekens, land Amerika. En Richelieu was dan wel hard tegen de hugenoten in zijn eigen land. Hij was wel een briljant politiek strateeg. Want heel Europa stond vanaf het midden van die 17e eeuw in lichterlaaien. En wat hij deed, hij steunde de protestanten in Duitsland tijdens de Dertigjarige Oorlog. Want het dreigde dat Frankrijk vanuit het zuiden, vanuit het oosten en vanuit het noorden omsingeld dreigde te raken door Spanje. En dat wilde hij voorkomen, want dan zou Frankrijk op 3 fronten aangevallen kunnen worden door Spanje. En dat gevaar wilde hij in de kiem smoren door de protestanten te steunen tijdens de Dertigjarige Oorlog. En mede door deze gebeurtenis, is er in Frankrijk een periode van rust. De Spaanse vijand was in de kiem gesmoord en Frankrijk kon zich bezighouden met het opbouwen van de economie in hun eigen land.